Topspeed wordt u aangeboden door de Olympiaregio Zeeveld, Corporate Fashion Industries, Jordans.nl, de ASC Groep en State of Art Menswear. Welkom bij Topspeed en welkom op Circuitpark Zandvoort. Ik moet zeggen, het meest treurige Circuitpark Zandvoort dat ik ooit heb meegemaakt, want het regent als een gek. En wij zouden vandaag, Jeroen en ik, ons debuut maken in de Radical, maar... Nee, het is echt momenteel te gevaarlijk. En het circuit verbiedt ons om het circuit op te gaan nu. Dus er is zoveel aquaplanning. Ook al ben je de beste coureur ter wereld, op het enige moment kan je hem één keer kwijt staan, zonder enige aanleiding. Dus... ik vind het wel goed dat ze dit doen. Ja, en vooral de auto waar wij in gaan rijden, die gaan we zo meteen voorstellen. Want die is tricky, hè? En snel. Ja, de Radical is heel snel. Hij is heel venijnig. Hij is heel licht. Dus daarom is ook in de regen is het eigenlijk heel gevaarlijk. Omdat de banden worden niet warm. Je krijgt geen wrijving. En hij is echt tricky, hoor. Het is echt een formuleauto. Dus, Door die regen hebben wij in ieder geval even de tijd om de rijders en de auto's aan je voor te stellen. Aan het begin van de dag is er weinig hoop voor de rijders dat er gestart gaat worden. De omstandigheden zijn eenvoudigweg te gevaarlijk voor de snelle, maar zeer lichte Radicals. Vandaag verschijnen er drie Radical modellen op Circuitpark Zandvoort. De SR3 RS, de SR3 SL en de SR8 RX, een van de snelste racewagens ter wereld, met maar liefst 475 pk en een gewicht van slechts 680 kilo. Radical Benelux-directeur Henk Thuis rijdt vandaag de SR3 RS. Doordat hij superlicht is, hij weegt 580 kilo, heeft bijna 280 pk. En die verhouding maakt het heel bijzonder. Omdat hij zo licht is, hij gaat echt goed van zijn plaats af. Downforce eigenlijk net als een Formule 1, dus hij legt heel vast op de weg. Je trekt echt serieuze G-krachten. Je trekt in het schijfvlak bijna 3G, dat is bijzonder veel. En ja, het is echt een rijdersauto. Het is voor mensen die het nooit meegemaakt hebben, is het werkelijk ongelooflijk. Je stapt in deze auto en dan heb je dus gelijk, moet je alles in je opnemen tegelijkertijd in één rondje. Wat doet die auto, hoe voelt die auto? Iedere auto reageert anders in een bocht, reageert anders op het schakelen, noem maar op. En ik voel dat deze auto dus heel hard kan. Je kan dus vol gas in z'n zes door het schijfvlak. Alleen eer dat je dat doet, dan duurt het al een paar rondjes. De grip en de sensatie die erbij aan vastzit. En het is ook een workout, om zo te zeggen. Je bent echt gewoon aan het vechten met die auto. En ondertussen komt er ook echt wat uit en aan. Dus ja, super. Het stopt met regenen, dus er kan geraced worden. Grote vraag is natuurlijk op welke banden er gestart gaat worden. Jeroen durft het in ieder geval aan op slicks. Ja, het is wel een gokje. Het is een hele dunne, droge lijn. Dus daar moet je niet van afwijken, maar dan, als je daar op blijft, dan ben je absoluut de snelste. Tijd voor de start. Je hoeft maar even het gas aan te raken of dit gebeurt. Het is echt glad. Er is een rollende start waarbij de safety car de auto's ophoudt totdat diezelfde pitstraat in verdwijnt. En pas als het rode licht uitgaat mag er gas gegeven worden. En dat zien we hier vanuit de auto van Henk Thuis. Henk zit achter Co Koppian en die witte wagen in het midden daar. Jeroen zit rechts. Co is wat sneller, die gaat eerder de Tarzanbocht in en Henk Thuis sluit aan. Tim van Gogh leidt, daarachter Houdenius, dan Koppian en in de SL is het Jeroen van den Heuvel op plek 4. Vier koplopers in de Hugenotsbocht en op de vijfde plek is het daar Henk Thuis. En achter hem de Tsjech Ivo Ragan in die mooie felgestreepte Radical SR3. Hier vanuit de achteruitkijkcamera van Henk Thuis. Die daar toch wel de hete adem van Ragan in zijn nek voelt. Twee ronden later heeft Ragan Thuis te pakken die een probleempje schijnt te hebben. En ook de hete adem van Jacob Kubas in zijn nek voelt bij het ingang van het schijfvlak. Schijfvlak is een hele snelle bocht die gevolgd wordt door drie technische bochten. Tim van Gogh, Roger Houdenius en op een knappe en vaste derde plek daar Jeroen.
Henk thuis achter Ko Koppian die op een vierde plek ligt. En leider in de race is nog steeds Tim van Gogh. Die overigens rijdt voor Coronel Racing. Eigendom van de racende tweelingbroers Tim en Tom Coronel. En het grappige verhaal is dat beide heren nogal aparte tweede namen hebben. Bij Tim is dat Alfa en bij Tom is dat Romeo. En zoiets bedenk je als vader natuurlijk alleen maar als je zelf race. En dat doet vader Tom senior ook. Maar Van Gogh rijdt er niet minder om. Koppian naast Jeroen voor de Audi S bocht remt later, maar hij zat ook aan de binnenkant, dus er was weinig eer te behalen voor Jeroen. Terwijl het daar vrij nat is en Koppian er bijna afgaat. Jeroen zit aan de binnenkant, dan zou hij zijn plek moeten kunnen terugpakken, maar Koppian die blijft op de been. En samen gaan die, terwijl die daar het hele asfalt gebruikt om te verdedigen, samen gaan ze de Kumo in en Jeroen weet dat hij op het rechte stuk sneller is, dus heeft geduld. Door Bos uit het rechte stuk op en daar moet Jeroen aanhaken in de slipstream van Koppian. Dat doet hij ook. En dan moet hij langzaam aanstalten gaan maken om rechts de binnenkant te kiezen. Om te kijken of hij Koppian uit kan remmen. Dat doet hij ook. Zit aan de binnenkant van de Tarzanbocht. En hij heeft zijn plek in ieder geval weer terug. En achter Koppian zit nog steeds Henk thuis. En hier hoor je het verschil heel duidelijk in die motoren. Want waar de 2 liter Ford EcoBoost motor die in onze SL zit rustiger klinkt, is die 1.5 liter Hayabusa motor van Suzuki agressief. En die auto's reageren ook veel directer. Twee ronden later moet Henk thuis naar binnen omdat hij een overhitte motor heeft. En voor hem lijkt de race over. Ik denk dat ik een steentje door de radiateur heb. Wat is het heet? Ja, ik zat naast de baan. En ik denk dat ik wat geraakt heb onder aan de auto, waardoor de radiateur lekker was. En ook Jeroen komt binnen en dan is het mijn beurt om het tweede gedeelte van de race te rijden. Dit is mijn eerste race in de Radical en Jeroen en Henk hebben me vooral op het hart gedrukt om de eerste paar ronden rustig aan te doen. Omdat ik hier niks te winnen heb en op deze manier heel goed kan wennen aan die ongelofelijke snelheid en het gedrag van de Radical. Na een paar ronden krijg ik de swing te pakken en kan ik zelfs even aanhaken bij de leider in de race, Wim Vergenderen. En al is het maar voor een halve ronde, laten we maar zeggen, het is goed voor mijn vertrouwen. Op de tweede plek is het met nummer 7 Roger Odenius als hij een paar ronden voor tijd problemen krijgt met zijn motor. Aan de achterkant komt er wat rook uit. Dat zien we hier heel goed. En terwijl daar ook rechts in het gras Ko Koppian stilstaat met Henk thuis al in de pitstraat, betekent dat dat Jeroen en ik plotseling op de derde plek liggen. Wim Vergenderen en Tim van Gogh winnen de race en ondanks dat ik heel goed besef dat wij onze derde plek aan uitvallers te danken hebben, ben ik er toch blij mee. Pechdag voor Roger Odenius. Ja, wat schermazzel, nee. Halve ronde voor het eind. Ja, staat niet mee. Wat gebeurde er? De auto werd al eigenlijk de hele race een beetje heet. En steeds heter en heter. Dus ik ging steeds rustiger aan doen, maar ja, net niet, hè. Jongens, wie had dat gedacht? In mijn debuutrace. Ja, ik... Derde. Ik vind het knap in deze omstandigheden. En met wisselend allemaal, hè, ik moet eerlijk zeggen. En je maatje die had hem leuk naar voren gebracht. Ja, je hoeft hem maar netjes af te maken en dan sta je voor mij op het podium. Omdat jij uitvalt, hè? Ik ben een beetje beroerd van eigenlijk. Ja. Maar dat is racing. Ja, maar ik heb toch de indruk dat jij heel stiekem een gaatje bij mij in de radiateur gemaakt hebt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat we derde zijn geworden, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Dit is leuk, dit kan je mee naar. Ja. Maar ik heb wel 1,55 nu gereden. Ja. Terwijl ik gisteren met die regen nog op 2,8 zat. Ja. En nu durfde ik wel te gaan. En hij gaat steeds lekkerder. En hij had eigenlijk een uurtje langer moeten duren, die race. Ja, want je krijgt steeds meer dat gevoel. Ja, maar dat is ook een Radical, dat is een auto. Die is beter als jij. Dus jij kan alleen maar beter worden. Ja. Zo is het toch? Geweldig. En dan morgen, Jeroen?
Nou, ik moet zeggen, het heeft op mij heel veel indruk gemaakt, Henk, deze auto. Ja, het is gewoon... Het gaat zo hard, jongen. En je kan zo laat remmen. Het is zo gaaf. En ieder rondje denk je, nou, het kan nog later remmen, kan nog later... En dan denk je, nou, het zal wel niet. En het is dan toch weer wel. Dus ik vind het... Het heeft op mij heel veel indruk gemaakt. De volgende dag staat race 2 op het programma. En in tegenstelling tot de eerste race wordt deze in de ochtend gereden. Aan Jeroen en mij de taak om het nog beter te doen dan gisteren. Ik ben trots dat we derde zijn geworden, maar eigenlijk zegt dat nog niet zoveel. Maar wat wel meer zegt, zijn die rondetijden die na 1.55 gelijk al in mijn eerste race gingen bij mij. Ja, maar ik weet zeker dat er zit nog veel meer in. Ja. En wat je gedaan hebt, is heel erg goed opgebouwd zonder fouten te hebben gemaakt. En ja, ik denk dat er veel meer in zit. Dus, maar wat je ziet is dat jij, we hebben natuurlijk via de helm... bij jou naar binnen gepraat, dus dat je later kan remmen, ja. Maar heel kort en heftig en dan één stuurbeweging maken. Daar is de auto heel gevoelig voor. Ja, dat zag gisteren echt gebeuren dat goed ging. Het leuke is, je krijgt dan zelf echt het gevoel, dit rondje ging beter. En het enige is dat je dan iedere ronde wel een fout maakt, waardoor die rondetijden dan wel langzaam omhoog kruipen, maar nog niet wat je wil. Aan de andere kant is dat ook wel mijn bescherming. Het is zo bloedverziekend snel. Nou, die auto, als je één fout maakt, regelt hij gelijk met je af. Dus je moet het ook op die manier opbouwen. Ja. En we willen het heel houden. Dus we gaan vandaag de tweede race in. En we kijken of we het net zo goed kunnen doen. Als we twee bekers naar huis nemen, dan... Ja, dan word ik gek. Dan ben ik wel redelijk tevreden. De dames zijn er klaar voor, de organisatie is er klaar voor en ik ben er klaar voor, want ik rijd het eerste gedeelte van deze race. Het is belangrijk om je banden en je remmen goed op te warmen en daarom zijn er twee opwarmrondes. En Bob Rosenberg laat zien waarom dit ook echt nodig is. Rollende start vanuit de auto van Henk Thuis met daar links Wim van Genderen en rechts Roger Udenius voor zich. Als het rode licht uitgaat, dan kan het gas erop. En dat gebeurt hier. Thuis gelijk naar rechts en dat is een goede set, want ik heb het idee dat de andere twee heren meer op elkaar letten. En Thuis schiet daar binnendoor als eerste op de Tarzan af. Van Genderen aan de buitenkant en Udenius remt daar laat. Remt daar heel erg laat en gaat ook wijd uit. Ben benieuwd of Van Genderen die tweede plek kan pakken. Thuis behoudt de eerste plek, maar Van Genderen redt dat net niet. Udenius op plek 2 de Gerlach in. En ik heb wel het idee dat hij wat goed te maken heeft na die pech van gisteren. En hij rijdt vanaf begin af aan vrij agressief. Hij gaat er ook bijna dwars en raakt daar zelfs Van Genderen. Maar het loopt goed af. Even terug naar de start waar in het middenveld ook iets gebeurde. Oostenrijker Willy Gruber die spint daar. En Bob Rosenberg die in de warming-up lap ook al spinde, kan er niet meer omheen. Ik kan net ontwijken. Rosenberg kan dan uiteindelijk ook verder, maar Gruber blijft staan. Kijken hoe het eruit ziet uit de auto van Gruber. Gaat hier de Tarzan in en... Ja, dat lijken me toch gewoon koude banden en Rosenberg kan daar niet meer omheen en ik kan net op tijd op mijn remmen. De marshals gaan dan proberen om Gruber weg te drukken, maar dat heeft geen zin en hij moet wachten tot hij afgesleept wordt en voor hem is de race over. Henk Thuis op kop met een jagend Udenius achter hem. Daar komt de aanval van Udenius en hij is er voorbij. Udenius op plek 1 en Thuis op 2. Daarachter het gevecht tussen Wim van Genderen en Radek Bares op plek 3. Van Genderen wil binnendoor en Bares gooit daar redelijk grof de deur dicht. En Van Genderen vindt dat niet leuk. Kijken of hij in de volgende linkerbocht... Nee, dat gaat hij niet doen, want hij weet dat hij toch weer naar binnen komt. Maar Van Genderen is sneller, is een kwestie van tijd. Via de boordradio word ik gecoacht door Jeroen en langzaam gaan mijn rondetijden naar beneden en krijg ik een steeds beter gevoel bij de auto.
Mooi dat gevecht daar tussen Roger Odenius en Henk Thuis om die eerste plek. En daarachter gaat Van Genderen de aanval weer inzetten. Gaan de Audi S-bocht in en Paris wordt daar zenuwachtig. Gaat ook van zijn lijn af. En kijken Van Genderen of hij hem ernaast kan zetten. Hij doet het en hij is hem voorbij. Ik kom daar naar binnen voor de rijderswissel en voor mij is de race voorbij. Oh, is dit gaaf. Gaat dit hard zeg. Ik denk dat ik mijn rondetijden met gisteren, zeker met 2 seconden, toch even beter. Jeroen had gezegd, de banden zijn koud en het is nog vochtig, het is 's ochtends vroeg. De eerste 3 ronden echt rustig aan doen. En Bob Rosenburg die spinde al in de warming-up. En ik zei tegen Jeroen bij de start, ik moet uitkijken voor hem. Want die heeft zoveel vermogen, die auto. Bij hem moet ik vandaan blijven. En die spinde ook, vlak voor mijn neus. Nou, en doordat ik anticipeerde, kon ik hem voorbij. En toen was ik eigenlijk al trots. Eigenlijk kon toen mijn race al niet meer kapot. En daar komt hij, dat is Bob. Dat is een V8. Ja, die is zo snel. En uiteindelijk reed ik dus heel even in niemands land. Maar ik heb hem heel naar huis gebracht. Dat was voor mij heel belangrijk. Want het is zo bloedverziekend snel, dat wil je niet weten. Maar zo gaaf. In het tweede gedeelte van de race zien we weer een mooi gevecht. Ditmaal tussen Henk Thuis en Tim van Gogh, die pusht. En ondanks dat het podium voor ons ver weg is, doet Jeroen het goed en rijdt hij hele snelle rondetijden. In de laatste 2 ronden haalt Tim van Gogh echt alles uit de kast om Henk Thuis voorbij te komen. En kijk eens hoe close ze daar op de Kumo afgaan. Je zou kunnen zeggen dat dit het gevecht is tussen het jonge talent en de oude vos. Want Henk Thuis kent natuurlijk het circuit als geen ander. En kent alle trucjes die je maar uit de kast kan halen. En dat doet hij ook. Hij geeft niet toe, wordt tweede. En verdiende winnaar van deze race is Roger Odenius. Ik weet gewoon, die Odenius in Rozier, die rijdt gewoon geweldig. Die jongen die is zo goed geworden. Heel mooi om te zien dat iemand die ooit het begin van het jaar achteraan begonnen is, hè, dus die was helemaal niet zo snel, en die heeft toch zichzelf helemaal opgebouwd tot de winnaar. Ja, ik voelde goed op de start. Ik kwam er 1 niet meer langs en ik denk ja, rustig blijven. En 2e ronde gepakt en daarna lekker voorsprong uitbouwen. En ik niemand meer gezien eigenlijk, dus dat was heel spannend. De auto rijdt stukken beter dan gisteren. Team hard gewerkt vannacht voor de nieuwe motor, dus dat is top. En ik hoef alleen maar hard te rijden, dus gelukkig is dat gelukt. Ja, dit was heel erg lekker. Ik moet zeggen, ik zat 3e, dus achteraf op de startpositie. Ik zat te kijken en die 2 mannen zaten echt naar elkaar te kijken van wie gaat nou op zijn gas, weet je wel. Ja, ik denk, dan hoeven jullie niet te doen, doe ik het wel voor je. Ja, super. Ik heb eerst natuurlijk nog met een Tsjechische meneer een heel leuk gevecht gehad. Die eigenlijk op alle rare manieren de deuren probeerde dicht te gooien en dat ook deed. Aan het einde van de rit ging hij gewoon fouten maken en kon ik hem gelukkig voorbij, waardoor ik eigenlijk het mogelijk had om naar de Henk toe te rijden. Maar ik denk, ja, na de pitstop dan kruipt Tim van Gogh erin. Maar het geluk is, als je op een gegeven moment ervoor zit in de snelle stukken, dan kan hij geen dank voor. Dus ik zag hem een paar keer serieus er bijna afvliegen, dus ik denk die is wel mooi geweest. Je komt erachter, je gaat proberen en voor de rest... Hopen dat je er voorbij komt, maar voor geen mogelijkheid kon ik er langs Henk. Ik zag de laatste ronde. Ik denk, nou zetten we de kunstlanden in de stuur. We bijten ons vast. Ik laat dit niet los. Geen idee waar ik het vandaan moest over. Het lukte gewoon niet. Ja, geweldig. Ik vind dit fantastisch. De snelste ronde heb ik in het laatste rondje gereden. Dus. 1:44, hè? 1:44, ja. Oh, ja. Het is zo gaaf. Het is zo snel. Dit is autorace. En dat ik hier na 1,5 jaar al mag staan om dat te doen. Ik vond het wel een goede omschrijving. Eigenlijk is het autoseks, hè? Ja, alleen bij mij is dat zo snel voorbij. Dus laten we het maar niet zo noemen. Nee. Nou, we hebben mazzel gehad, want het regent weer. Wederom, zeg. Het is, toen wij erin zaten, was het droog. Dit was Topspeed. Dit was ons eerste verhaal. Ons eerste avontuur in de Radical. En er gaan er nog veel meer volgen. Het is natuurlijk geweldig. Ik ben in de BMW E30 begonnen. Toen de zeker en nu al naar dit. En eerlijk gezegd, de volgende stap, de V8, dan is het tussen Formule 1 en die V8 is niks meer, hè?
Ik ga het niet hard roepen, maar ik ben best wel trots op je. Ja, ik ben echt wel trots. Tot volgende week, dankjewel. Hey. Doei! Topspeed wordt u aangeboden door de Olympiaregio Zeeveld, Corporate Fashion Industries, Jordans.nl, de ASC Groep en State of Art Menswear.